Hoi lieve kijkers, het is inmiddels al super lang geleden sinds ik voor het laatst een video heb geüpload. Ik denk ongeveer 10, 11 maanden. Dat was niet per se omdat ik het niet meer leuk vond of omdat jullie het niet meer leuk vonden of dat ik stomme reacties kreeg of whatever. Afgelopen april werd mijn opa ernstig ziek. Dat kreeg ik te horen terwijl ik in Korea zat en ben toen eigenlijk meteen naar Nederland gevlogen. Ik ben 2 keer in de weer geweest, 2 keer 2 weken in hele heftige quarantaine gezeten vanwege corona in Korea. Uiteindelijk is na 3 maanden mijn opa ook overleden. Hij had alvleesklierkanker en dat was gewoon een hele, hele heftige periode voor mij en mijn familie. En we hebben er nog steeds wel heel erg last van. Opa was een ontzettend bijzondere man en mijn beste vriend en vaderfiguur. En het was gewoon echt, dit gun je niemand. En ik had nog nooit iemand zo dichtbij verloren, dus het was echt een mega klap. Ja, ik ben toen 1 keer 6 weken in Nederland geweest, 1 keer 4 weken. En heb ik eigenlijk alleen maar bij mijn opa en oma op de boerderij. Boerderij, een soort manege is het. Gezeten om de hand van mijn opa vast te houden, oude herinneringen op te halen. En het was een hele heftige tijd. Daarna ben ik teruggegaan naar Korea. 2 weken in quarantaine gezeten. Het leven gaat door. Ook gewoon een rare tijd met alles wat er hier in Nederland is gebeurd. Gewoon niet meer makkelijk om familie naar ons over te laten reizen. Of dat kon eigenlijk niet. En als ik dus naar Nederland ging, dan zou ik 2 keer 2 weken terug moeten gaan in quarantaine nog een keer. En dat gingen we dus niet doen. Dus uiteindelijk ben ik wel in november naar Nederland gegaan. En Dave die moest de Champions League in Qatar spelen. Hij had verwacht dat hij binnen 2 weken weer thuis zou zijn, ook in Nederland. Dat was niet zo, ze hebben de finale gehaald. En uiteindelijk dus ook gewonnen. Dus Dave is 6 weken in Qatar geweest. En toen naar Nederland gevlogen. Hebben kerst en oud en nieuw samen gevierd. En slapen we dus nu bij mijn oma op de boerderij. Voor haar wel zo gezellig. En eigenlijk voor ons ook. Rio is hier heel graag buiten bij de paarden. En proberen we er ondanks deze omstandigheden iets moois van te maken. En iets gezelligs. En dat lukt best aardig. Dave is eind januari weer vertrokken naar Qatar. Want die moest nog een paar wedstrijden spelen daar. En die is inmiddels vandaag weer gearriveerd in Korea. Dus dit zullen ook wel mijn laatste dagen zijn hier in Nederland. Dus ik dacht dat het nog wel leuk was om jullie daar nog eventjes in mee te nemen. Hoe ik hier eigenlijk al de tijd op de soort van oude hooizolder. Wat we een beetje hebben omgetoverd als een klein huisje, een kamertje. En dan ga ik me ook weer klaarmaken om naar Korea te gaan. Daar is best wel veel voor nodig. Want inderdaad, ik moet straks weer 2 weken in hele strenge quarantaine zonder Dave met Rio. We kunnen geen deur uit. Ik zal later vertellen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Verder. Ga ik alle papieren aanvragen. Ons visum is verlopen. Ons werkvisum. Die moet verlengd worden. En als dat in orde is, kunnen we dus de koffers weer gaan inpakken. En ik ben dus eigenlijk bijna 3 maanden hier in Nederland geweest. Wat echt super was om iedereen even te zien. Maar nogmaals, het eten waar ik me zo op had verheugd. Het uit eten gaan, zeg maar. Leuke feestjes, dingetjes. Dat is ook door mijn neus geboord. Want het is hier eigenlijk veel strenger dan in Korea. In Korea is altijd alles open geweest. Het enige wat verplicht was, was een mondkapje. En het gaat er eigenlijk hartstikke goed. Dus als ik weer terug ga, is voor jullie misschien ook wel bijzonder om te zien hoe het daar nu in zijn werk gaat. En dat er dus hopelijk ook voor ons hier in Nederland betere tijden aankomen. Want het is dus niet overal zo gedeprimeerd. Ik denk dat er nog maar weinig mensen heel veel hoop hebben op het moment. En dat begrijp ik heel goed. Want ik zit hier ook al 3 maanden mijn schoen op te vreten. Nou ja. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik dit weer ga opnemen. Ik vind het ook ontzettend leuk als ik nu terug ga kijken naar de ontwikkelingen van Rio. Van 10, 11 maanden geleden. Die is echt mega gegroeid. Dat zullen jullie ook wel vinden. En een stuk wijzer ook weer geworden. Wat gewoon niet zo raar is. Want 10, 11 maanden is best wel lang. Ja, en ik hoop dus dat jullie het leuk vinden om weer een nieuwe video te zien. Het sneeuwt hier dus al zo'n 2 dagen. Het heeft volgens mij in tijden hier niet zo hard gesneeuwd. En ik kan Rio er niet blij mee maken. Dus ik ga mezelf er blij mee maken met de slee. Rio ging
vanochtend echt heel hard piepen. Hij roept alleen maar steeds mama koud, mama koud. Dus nu gaan Curry, mijn tante, de slee achter een kleine pony winden. En ja, Dave wil mij natuurlijk wel heel terug. Maar ze zegt het is niet gevaarlijk en het is niet zielig. Dus ja, we gaan even kijken of het werkt. Leo George, zo heet de pony in kwestie. En het is wel een hele ondeugende pony, dus ik ben benieuwd. There we go. Dag pony. Oh, hij gaat eruit. We're failing. Oh my god, zo koud. Mission failed. Ik ben één keer echt heel hard gevallen. Dat was heel grappig. Ik heb er niet pijn gedaan of zo. Maar dat hebben we dus weer net niet op film. Het is echt mega koud. Ik zit echt onder. Maar we kwamen erachter dat we niet echt de goede apparatuur hadden. Dus het ging niet echt als gepland. Dus misschien één deze dagen nog een keer proberen. En dan doe ik eventjes een iets meer sneeuwbestendige outfit aan. Ik ben echt zeiknat. De hele dag zijn we eigenlijk een beetje binnen geweest. Want het is echt mega koud. En ik ben nu een Mexicaanse pannetje aan het maken. En Jill, mijn nichtje, die heeft net sangria gemaakt. Ja, heel goed. En ja, we gaan het dus even gezellig maken. En mocht je nou denken van, het zijn toch veel te veel mensen in één huis? Nee, het is hier dus altijd full house. Mijn nichtjes en mijn tante en mijn oma die wonen hier samen, gelukkig. Ja, dus mijn oma, mijn tante en mijn twee nichtjes, die zijn hier al 3 maanden. En die zijn hier dus altijd, die wonen onder 1 dak. En Rio en ik. En Dave was hier natuurlijk ook, maar nu zijn we dus alleen de meiden. En proberen we er elke dag wat gezelligs van te maken. Dus ik ga even verder met mijn pannetje. Wel. Nou, Ria zit ook aan een heel gezond maaltje. Jee. En ter afleiding, terwijl ik aan het koken was, kijkt hij verschrikkelijk eten. Oh, dit wordt nu een nieuwe ding weer, dat je deze wil vasthouden, hè? En ik ga eventjes de sangria proeven, Jill. Ik ben heel benieuwd. Heel erg lekker gemaakt. Would you like it? Ja. Yeah. It's made with love. En een net even voor de twisters. Heel lekker. Als er mensen zijn die willen dat ik de recept ga delen, dan ga ik dat zeker doen. Nou, dit is Lily, tante Curry. Leo is ziek. En mijn oma, Jill. Hey, Leo! Yay! Er is dus een challenge. Hoe heet het, Jill? Ja, iets van de snow challenge, maar het is op TikTok. Ik heb het heel vaak voorbij zien komen. En ik vond het altijd een bizar iets, maar... Oké, wacht, ik ga van de andere kant. Want ik heb bizar myself. Oom, jij houdt het ook in de gaten, hè? Oké. Oké. 3, 2, 1. Nee, ik vind niks! Kijk je gezicht. Hoe zit het ook? Oké, nog een keer. Want je dit zegt helemaal je ziet niks. Niks. Hoe kan dat? Want de bedoeling is dus dat je je hele gezicht ziet. Misschien moet het op de auto. Op de auto? Ja, maar dat is misschien... Wat maakt het verschil? Diep. Oké, okay, nou, kijk dan. Okay. 3, 2, 1. Oh! Dat was te hard. Mijn neus is alleen tegenaan gekomen. Ready? Ja. Iets langer misschien. Wow. Je ziet een beetje gezichtje. Beter. Wacht, ik ga nog 1 keer proberen. Ik ga nog... Mijn haar staat in de weg. Mijn haar zit in de weg. Zo zie je het goed. Mijn haar staat in de weg. Ik doe nog 1 keer. Oké, 1, 2, go. Rio, zijn favoriete bezigheid normaal gesproken is naar stal lopen. Maar hij vindt de sneeuw maar ba. Kom maar, Bloes. Kom op, piepsnor. Ba. Ba, nee, is niet ba, is sneeuw. Kom, geef mama een hand. Kom.
Kom. Niks aan de hand. En twee, woehoe. Kan je toch gewoon lopen? Het is wel echt sprookjesachtig mooi. Kom, dan kan je gewoon lopen, zie je? Ik vind het nou helemaal niets voor jou dat je dat niet leuk vindt. Kom. Nee, is niet pa. Wie heeft gezegd dat het pa is? Het is wel koud. Kom. Is toch niet ba, is sneeuw. Ja, is toch grappig. Ba. Nee, is niet ba. De paardjes staan aan de molen, Rio. Ze zijn er niet. Maar eentje. Dit vindt hij echt het absolute einde. En de paarden staan dus aan de molen. Ook ba? Is alles ba nu tegenwoordig? Kom! Ik doe die schoppen. Doe schoppen. Ja! En nu heel hard. Wagels. Zo. Woe! Woe! En ik ben dus gewoon in één keer in Korea. Ik wilde de laatste weken voordat ik naar Korea zou vliegen nog eventjes met jullie delen. Alleen Rio had mijn camera in 10.000 stukjes gegooid. Dus ik moest snel een nieuwe aanschaffen en ben toen maar begonnen de eerste maandag dat ik hier ben. Ik ben zaterdag hier aangekomen, zaterdagnacht. Het was een helse reis. Ja, dat had ik wel kunnen verwachten met een lopertje en een kleine ondeugd. En natuurlijk het afscheid viel me ook heel zwaar. Ik ben al bijna 4 maanden in Nederland geweest. Ja, afscheid nemen is dan toch altijd zwaar. Maar goed, ik ben ook heel blij als ik deze straks weer zie. Ik zit natuurlijk nu 2 weken in quarantaine. Strikte quarantaine. Er mag niemand uit, er mag niemand in mijn huis. Ik ben met een ambulance hier naartoe gebracht. Ik heb gisteren een coronatest gedaan, die is gelukkig negatief. Helaas moest Rio die ook, zo dat stokje in zijn neus was super zielig. Maar ja, het is niet anders, het is gewoon hier, hier moet dat gewoon. En ja, dus nu zit ik 2 weken binnen zonder Dave en ik mag er niet uit. Ik heb een doos van de overheid gehad met hapjes en drankjes. En ja, hapjes en drankjes wil ik het niet noemen. Een soort overlevingspakket is het. Met desinfecterende handgel, thermometers, water, Koreaans eten en noem maar op. Gelukkig had Dave al de koelkast volgesteld voordat ik hier was. Dave slaapt bij een nieuw teamgenootje van hem, Lucas. En het is gewoon echt baat dat we elkaar niet kunnen zien. En ja, dus ik zit nu op 46 hoog met kleine Rio en we overleven het wel, maar het is niet makkelijk. En vooral de wetenschap dat Dave zo dichtbij is en dat we elkaar gewoon niet mogen zien, is gewoon helemaal shit. Maar ja, nog even volhouden. We hebben elkaar 5 weken niet gezien. Nou ja, dat is dus straks 7 weken. Nou, ik hou jullie dus op de hoogte. Ik zal elke dag een soort van korte video opnemen. Want ja, in quarantaine gebeurt gewoon niet zoveel. Ja, en ik zal zoveel mogelijk met jullie delen. We zitten dus in dag 4 van quarantaine. En ja, je verveelt je dood. De outfits worden ook steeds minder gezellig. Ik heb wel een hele lekkere fluffy pyjama. Die heb ik stiekem van mijn moeder meegestolen. Met toestemming, dus dat is niet echt stelen. Ondertussen kijken we de Sing. De hele dag kijken we filmpjes. Hier is Riotje. Rio, kijk eens. Zeg maar hi. Dus ja, de hele dag zitten we hier met z'n tweetjes. Ik had beloofd toch jullie een beetje op de hoogte te houden. Er is nog niemand langs geweest ter controle. Normaal gesproken komen er dus in deze quarantainetijd 2 keer mensen je huis checken. Of er echt niemand thuis is en of alles goed gaat. En of je dus wel echt daadwerkelijk in quarantaine zit. Verder moet je dus 2 keer per dag je koorts doorgeven. Ik zal zo eventjes de app laten zien. Dave heeft vandaag een wedstrijd, dus die gaan we kijken op tv. Dat betekent ook dat hij niet eventjes boodschappen voor de deur of whatever kan zetten. Dus ja, we moeten maar even kijken wat we gaan eten, Rio. Hi. Hi. Hi, wil je jezelf even filmen? Moet je hem zo doen? Hoi. Hoi.
Ga je wat zeggen? Wou je speentje uit? Hebben we nog geen speentje meer overdag? Wel? Nee. Ik wil het nu niet heel ongezellig voor jullie maken, maar normaal zet ik even door. Jawel. Geloven jullie vast niet. Maar ja, voor de rest gaat het nog goed. Ik ben met iedereen aan het facetimen thuis. Mag mama ook kijken? Nee? Nou, jullie horen me wel. Ik ben aan het facetimen met iedereen thuis. En met Dave. En ik heb hem wel eventjes hier voor de deur gezien. Maar er is overal CCTV. Dus je wordt helemaal in de gaten gehouden. Dus als ze dat controleren en je geeft elkaar een knuffel of hij komt binnen. Nou, dan ben je dus echt zwaar de Sjaak. Je kan zelfs de gevangenis ingaan. Dus dat kunnen we beter niet doen. Nou, zullen we hem uitdoen, Rio? Ja. Gaat mama even die doos pakken? Mama. Ja, gaat mama pakken. Hoezo? Moet je wel je speetje doen, zo. Dat trapt hij niet in. Ik ga hem straks stiekem verstoppen. Dit is het dus. Ik heb al stiekem wat watertjes gisteren uitgepakt. In de koelkast gezet. Twee tasjes voor Rio en voor mij met desinfect erin. En even kijken. Nog meer handclean gel. Thermometer. Iets wat ik niet kan lezen. Oh ja, dit is wel grappig om te laten zien. Deze zakken moeten we dus aan het einde van de 2 weken ons vuil in doen. En dan op een bepaald punt zetten. Dan krijg ik een foto op mijn telefoon. En dan moet ik daar dus eigenlijk neerzetten op dat punt. En dat betekent, deze tassen betekent dus dat je in quarantaine hebt gezeten. En dat mensen daar uit de buurt moeten blijven. Dus het is een soort van hele gevaarlijke... vuilniszak. Even kijken, er zitten nog mondkapjes in. Nou ja, en dat is 2 keer. En er zaten ook papieren in die ik in moest vullen en een foto van maken. Het is voor te wassen, hè? Nou, we gaan even kijken wat er in de doos zit. Hopen dat er wat lekkers in zit. Wat is ook nog een beetje wat we kunnen gebruiken. En anders geef ik het aan Annie. Dat is onze oppas. Tenminste, die past wel eens op Rio. En die is dus dol op het echte Koreaanse eten. Nou, ga jij maar eens even kijken wat erin zit. Ga kijken. Nou, dat is weer iets wat we niet kunnen lezen. Ik zie wel iets wat jij heel lekker vindt, Rio. Dit is echt heel lekker. Dit zijn gewoon, ja, heel lekker, is ook wel overdreven. Maar zeewierblaadjes, een soort van zeewiersnack. Wow, die is lekker. Gaan we straks openmaken? Nou, dit ziet er ook niet heel verkeerd uit. Beef rib soup. Dan wel weer de vraag wat ze er allemaal ingooien. En dat kan ik dus niet lezen. En wat dat betreft ben ik best wel een pietlut. Nou ja, dus beef, hou jij het maar vast. Dit is, denk kimchi soep of zo. Sheer Korean flavor, en dat is echt het enige wat ik er uit kan halen. Nou, van alles 2. Oké. Venus clam en seaweed soep. Nou ja, klinkt ook niet heel verkeerd. Vorige keer had ik allemaal dingen dat ik dacht van, nou... Daar maak je mij niet blij mee. Maar ja, het zou ook wel niet heel lekker zijn uit een pakje trouwens. Maar braised pork en soy. Nou ja, dat weet ik al dat ik dat niet ga eten. Pork en kimchi stew ook niet. Die zijn voor Annie. En Annie. Annie. Annie is lief, hè? Nou, dat is kimchi in blik. Kimchi? Ja? Oké, ja, deze had ik de vorige keer ook. Hier maak je mij echt niet blij mee. Abalone. Rice porridge met abalone. Ik weet nog wel dat ik dat had bewaard en dat David toen ging proeven. En die ging echt bijna over zijn nek.
Dus ja, vinden jullie dat ik het moet proeven? Of zeggen jullie van... Doe maar niet, Joe. Waarom zou je het doen? Mij maak je er ook niet blij mee als je gaat kokhalsen op de video. Nou, weer kimchi. Oeh, deze rijst heb ik nooit eerder gezien. Dus met, denk ik, een soort van gemengde rijst. Oh, wacht, hier staat wat erin zit. Nee. Lijkt me niet verkeerd. Gewone bakjes rijst zijn eigenlijk voor de magnetron, maar ik warm ze op in de pan, want ik heb geen magnetron. En twee pakketten. Oh, verrassend rijst met beef. Zit er zo achteraan. Ja. En tonijn met mais. Dat is altijd wel lekker. Nou ja, hier hoef je mij ook niet voor te bellen. Nou ja, niet. Vorige keer zaten er ook allemaal lekkere koekjes in. Dat soort dingen. En ook een soort sportdrankjes en zo. Dat is een beetje teleurstellend. Maar goed, beter iets dan niets. Good morning. Wat is het nou? Er ligt even 10 euro aan aardbeien op de grond. Oh. Dat mag niet, hè? Moet jij naar bed toe? Oh, oh, oh. Ja, mama gaat je eerst schoonmaken. Nou, jongens, goedemorgen. De dag begint goed. Gelukkig heb ik gisteren alles schoongemaakt. En beginnen we vandaag gewoon weer opnieuw. Ik heb gisteren niet zo heel veel gefilmd. Maar goed, hè, dat is een beetje deze dagen. We zijn de hele dag Trolls aan het kijken. En het is toch wel favoriet op het moment. Ja, mama gaat je schoonmaken. Je bent echt zo ondeugend. Niet doen. Niet doen. Nee. Hé, nee. Niet doen. In je mondje. Ja, dat is je mondje. Lekker. Broccoli met zalm is toch lekker? Hier. Ik heb zelfs een beetje mayo erbij gedaan. Zo, appa. Nou, dan krijg je ook geen ijsje. Ijs? Nee, je krijgt geen ijsje dan. Nou ja, het is nu toch al te laat. Niet leuk. Ja, dat wordt weer een bad. Je bent heel ondeugend, Rio. Nee. Jawel. Ik ga gewoon rustig even verder. Rio ligt lekker op bed. Ik heb voor mezelf een glaasje wijn ingeschonken. En ik heb net onze temperatuur even opgemeten. En die ga ik dus nu even in de app. Het ziet er zo uit. En je locatie moet dus de hele tijd aanstaan. Dus dan kunnen ze checken of je echt thuis bent. En ze bellen je dus ook elke dag. En dan moet je dus... opnemen. En want als je niet opneemt, komen ze dus ook naar je huis toe. Want ja, anders zou je dus kunnen zeggen van je laat je telefoon thuis liggen of whatever. Dat kan dus ook niet. Nou, je klikt dus op self-diagnose. En dan zie je of je verhoging hebt of boven de 37,5 je temperatuur daarboven zit. Dus dan 0. Nee, 36. 8. Hoesten, nee. Pijn in je keel, nee. Nee, ik weet niet eens wat dit is, maar ik heb geen klachten in ieder geval. Benauwdheid misschien. Niks specifiek, ja, dan moet ik dus zeg maar hierin. Omdat Rio nog niet zelf kan doorgeven, moet ik dus Rio. Bulthuis. Oh. En die was 36,4. En dan klik je op dan. En dat moet je end complete. Nou, was het. En dan dit wordt vaak rood als het weer tijd is om self-diagnose te doen. En dit moet je 2 keer per dag doen. En hier staat dus je eigen informatie, dus je paspoortgegevens, alle regels. Official contact, dus dan krijg je iemand aan de telefoon die
informatie geeft als je iets niet weet. En ja, dat. Dat is dus de app die op je telefoon verplicht zit. Dat moet je op het vliegveld doen. Dan moet je dus een hele lijst invullen waar je verblijft. En wie je contactpersoon is naast je eigen telefoonnummer. En dat soort dingen. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. We zijn halverwege. Dus we gaan nu de andere kant op. Maar dat betekent wel dat ik nog zeg maar dit nog een keer moet. En ik ben het echt helemaal zat. Rio's haar gaat ook steeds wilder zitten. Rio, wil je naar buiten? Nee. Ja? Ja. Ja, je staat steeds met je jas bij de deur. Ja. En je jas. En waar zijn de paardjes nou? Kijk. Ja, ze zijn weg, hè? Nou, we kijken voor de 300ste keer trolls. Die ben ik ook weer zat. Dus we moeten eventjes iets anders gaan verzinnen. Dit krijg je er dus van. Als je 6 weken alleen met je moeder zit. En alleen maar omringd bent door vrouwen. Maar mama geven, hè? Mama. Hele mooie lipjes. Oh mijn god. Het is zondag en we hebben vandaag niet zoveel gedaan, Rio en ik. Rio is weer bezig met zijn sok aan het aantrekken. Waar heb je die nou weer gevonden? Aan. Ja, aan. Doe maar. Aan. Dankjewel, schat. Ja, dus minder dan een weekje en we mogen uit quarantaine. Dus dit was het in ieder geval voor deze week. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden dat ik iets op heb genomen. En om te laten zien hoe groot Rio is en hoe het gaat in quarantaine. Dus volgende week nog 1 weekje en heb ik weer allemaal nieuwe dingen te vertellen. En zien jullie dus dat ik Dave voor het eerst zie en dat we uit quarantaine gaan. Dus tot volgende week. Doei!